De staat mag de omstreden valutawet niet toepassen. Dat heeft de kantonrechter in een kort geding beslist op 13 augustus 2020. Het kort geding is aangespannen door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen. Dat meldt de VSB, die de trekker was van dit proces, in een persbericht. De kantonrechter is van oordeel dat de strafregels die in artikel 9 van de wet zijn opgenomen niet van toepassing kunnen zijn. De wet ontbeert daarnaast een grondslag voor de opgenomen zware bepalingen. Het vonnis is volgens het bedrijfsleven een signaal dat Suriname wel een goed functionerende rechtsstaat heeft. Ook is dit vonnis een signaal naar regeringen en parlementen om bezwaren en opinies van het bedrijfsleven serieus te nemen. De VSB bewijst verder op dat samen met ASFA en Surfam er alles op alles gedaan zal worden om belangen van een gewenste gezonde private sector veilig te stellen.